Ik ben Gertrud van Duin. Ik ben werkzaam bij Airport Medical Services op Schiphol. Sinds 4 jaar werk ik hier. Een ambulance van buiten, die hebben een maximaal aanrijdtijd van 15 minuten. En wij staan hier op Schiphol en we zijn eigenlijk altijd binnen 3 tot 4 minuten zijn we ter plaatse. Een stukje service van Schiphol is dat. Wij zijn een team van 15 personen en we werken in groepjes van 3. De 24-uursdienst hebben we 7 dagen in de week. Mochten we geen rit hebben, dan hebben we hier onze eigen slaapkamer. Dit is mijn kamer. Hier slapen wij dan. Als ik er ben, dan voelt het inderdaad wel als mijn kamer. Ik heb gewoon mijn eigen spulletjes mee. Ik slaap hier heel goed. We lopen nu eventjes naar de fitness. Het is, je kan toch wel zeggen, lichamelijk een redelijk zwaar beroep. En daarom moeten we zorgen dat we in goede conditie blijven. Op dit moment is de brandweer aan het trainen. Gaat goed? Heel goed. Oké. Okay. Je hoeft nog niet gereden meer door. Ik ga nu eventjes de auto controleren om te kijken of alles wat ik zou kunnen gebruiken, of dat er ook in zit. Even controleren of de batterijen goed zijn. Ja. Nou meiden. Waar moet ik zijn? Je bent bekend met suiker? Ja. Nou, ik ga even een vingerprikje geven. Ik ben ter plaatse, dus gewoon de diabetes, hij is aanspreekbaar en we gaan hem wat suiker geven. Hij staat wat laag in de suiker. Eet maar lekker op. Wij zijn nu onderweg naar de medische dienst. Dat is overdag de plek waar zeg maar de eerste hulp is op Schiphol. En daar ga ik de auto even aanvullen. We hebben net een inzet gehad en we hebben wat spulletjes, wat materiaal gebruikt. Dus wat infusiematerialen ga ik erbij doen, wat naalden, wat een infuussysteem en misschien wat verbandmateriaal. Nu gaat de telefoon. Alles is weer in orde, op naar de volgende klus.